Ass on the back, look like Lex, sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk, we zien weer en vandaag Battlefield 4, Battlefield 4, Battlefield Hardline. En ik heb hem gekocht op de Xbox One. En vind je dit nou zo leuk? Zeg je van nou, Chris, ik wil graag elke dag wel even Battlefield zien. Laat het even vooral achter bij de comments. Dan kan ik misschien elke dag even een mapje uploaden. Ga een beetje rond alle mappen. Dat wordt leuk, toch? Ik vind zelf Team Deathmatch een hartstikke leuk game mode. Ik heb het al even gespeeld, want opnames waren hier en daar een beetje geglitst en zo. En ja, dat kan er weer gebeuren. Ook iets met mijn webcam weer wat misgegaan. We gaan in ieder geval lekker gewoon... lekker Team Deathmatch spelen. En ik ga gewoon even kijken welke map we gaan doen. We gaan eventjes... dus bij ons die grote map. Derailed Hollywood Heights. Kijken of we... daarin kunnen joinen. Dat zou zo fijn wel zijn. Even kijken of ik mijn mic iets zachter kan zetten. Dat werkt ook even voor niet, denk ik. Op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Maar ja, maakt niet uit. Hollywood Heights. Oh yeah. En we zijn net begonnen. Dat is mooi. Ik heb al gespeeld, dus eventjes Operator, dat is natuurlijk met een supportklasse en ja. En ik spawn hier niet zo heel erg lekker. En dat ging eigenlijk wel elke keer goed en zo. En dan zal je zien dat het natuurlijk dit potje weer een stukje moeilijker gaat. Maar het ging eigenlijk wel eigenlijk elk potje goed. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook Battlefield Hardline geüpload terwijl ik... Fuck! Health 3%. 3% health. Nou ja. Ik heb nog niet alle wapens geunlocked. Ik speel hier van met de RO933. En ik heb een killetje. Even dit opzij zetten. Dat is ook wel zo handig. Als ik denk dat op de minimap. Oh. Bubbel even vervangen. Hier zit iemand, dat is mooi. We gaan even kijken. Ja, dat zag ik wel. Oh, oh, sniper. Even kijken, hier. Best wel nice. Waar zitten die gastjes? Dit ga ik niet halen, Chris. Dit ga ik niet halen. Zo fucking irritant dat mijn apparatuur hiervoor staat nu. Het is zo'n kleine ruimte hier. Maar ja, dat is even niet anders. Even kijken, waar gaan we deployen? We gaan gewoon er... Oei, hallo. Oké, meteen healen. Dat is wel een beetje minder. En waar zit hij? Waar zat hier iemand? Heb ik hem wel gekild, die andere? Ja, die ene heb ik gekild. We killen elkaar trouwens. Dat is helemaal mooi. Dat zag ik even heel snel in de kill feed staan. Deze map... Hey, iemand heeft me revive. Dankjewel, Pik. Dankjewel. Oké, nice. Misschien is het... Oh. En ik moet bukken. Huh? Kill by Splunk Scout Elite. Ben gesnijpt. Oh. Nou, je verdient dus geld. En met dat geld kan je dus... attachments, wapens kopen en weet ik veel. Granaat. Ik hoop dat het een beetje goed gaat. Hé, ik zag er iemand... Even kijken. We gaan even kijken of we kunnen flanken. We kunnen wel dat duel elke keer zo aangaan, maar dan schiet het even niet op. Wow. Flashbang in mijn gezicht, man. Ja, en daar eentje weer. Helaas.
Ja, toch? Ik heb ook even met die MP5 gespeeld. Ik vond het zelf... Ja, ik vind dat ding is toch echt wel een beetje... Hey, what the fuck? Een beetje... even kijken. Oké. Beetje gaan... Even kijken, gaan jullie omheen lopen? Die gast met dat lampje, daar gaan we... 3% weer! Oké, en ik word gewoon revived. Dat is wel nice. Oh, en hij is dood. En weer dood. Ik vind het wel trouwens dat deze game veel sneller gaat dan in de vorige Battlefield. Veel chaotischer. En op zich is dat niet zo heel erg eigenlijk, want ik hou wel een beetje van iets sneller game. Battlefield staat natuurlijk wel een beetje bekend omdat het gewoon altijd... ja, gewoon een beetje slower is dan een normale game. Tenminste, een andere game. Als ik dan vergelijk met Call of Duty bijvoorbeeld. Ik weet dat je niet helemaal kan vergelijken met elkaar natuurlijk. Want ja, maar je gaat het toch gauw doen, omdat je... Ja, omdat je gewoon... omdat ik dat natuurlijk gewoon heel veel speel. Dus dan ga je het ook vergelijken met elkaar. Dat is logisch natuurlijk. En nu ben ik zo kwijt. Waar zitten ze? Waar kun je ook naar beneden? Zullen we naar beneden gaan? Oké, hallo. Hey, hallo jongens. Hey! Holy fucking shit. Oké. Okay. Nee, die ga ik niet killen. Helaas. Ik ga even kijken of ik hier naar boven kan. En we kunnen hier nog een keer... Oh, we kunnen hier nog een keer naar boven. Ook best wel nice. Je mag trouwens ook even achterlaten meteen wat je tot nu toe vindt als je hem zelf al gespeeld hebt natuurlijk. Dat is ook leuk om te weten. Want tot nu toe vind ik het gewoon lekker, ja, het is lekker snel en zo. En daar hou ik wel van. Yes. Nice. Hij gaat lekker zo, jongens. Die ook even killen. Oh, dat gaat hier goed. Ik stik die wel echt goed, hè, een beetje. We zijn in ieder geval geleveld hier. Level 5. Hoppa. Oké, okay, helaas, mijn kogels waren op. Kan gebeuren, hè, kan gebeuren. Nou. Potje gaat trouwens snel. Holy shit, potje gaat heel erg snel. Oh, het potje is afgelopen. 11-7. Natuurlijk gejoined. Ja, als jullie zeggen van, nou Chris, upload gewoon elke dag gewoon eventjes een andere map. Dan kan ik dat natuurlijk gaan doen. Dan is dat geen probleem, jongens. Hey, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En ja, helemaal onderaan. Maar dan denk ik, ja, ik ben gejoined natuurlijk. Tot de volgende keer. Bye bye.